wel even iets humble. Dat moet overal mogen. Super fijn dat jullie kijken, lieve mensen. Dag barbecue lovers, dag food lovers, dag chill lovers. Hallo. We hebben al fantastische dingen gemaakt. Weet het nog? Gevulde inktvis met chorizo, patatas bravas, smoked ketchup, gambas. Hoe kunnen we die vergeten? Gambas en de beste maïs met zo sambalboter. Net iets te ver. To die for. Wat gaan we nu doen? Ik heb jonge look. Je vindt dat niet zoveel, maar ik heb dat gevonden bij Lokaal Halle. Heel toffe winkel in de streek hier. Ja. Perfect voor op de barbecue. We gaan deze wat branden, daarna we afwerken met wat sojasaus. En deze, ja. Een schone kalfskotlet op het been. Ik zou dit heel puur, want ik zou je graag een keer zo'n salsa verde. Salsa verde is ook een heel fijne saus om te maken. Dus een klein beetje olijfolie. Niet te veel, het is niet de bedoeling dat dat marineert, maar gewoon dat het niet kleeft. Zo wat inmasseren. Ah, geen peper. Nee, je mag geen peper doen. Hè. Nee, ik doe het nu, ik doe het your way. Ik gebruik eigenlijk geen peper op mijn vlees. Enkel misschien als afwerking naar gelang. Maar, het vlees, ja. As in never. As in never, ja. Naar welke hotelschool ben jij geweest? Niet. Maar er zullen nog mensen zoals jij zijn, ze, ja, die zweren bij dit of dat. En ik vind dat prima. Iedereen doet waar het om gelukkig van wordt. Ik ga al beginnen met die jonge look, gewoon een barbecue op te gooien. Ja, zonder niks, hè. Zonder niks. We gaan dat gewoon branden. Ja. We're gonna make the salsa. Ik denk zo kappertjes, anchovies, top. Platte peterselie, iets zuurig. Ik eet dat graag, anchovies. Umami. Anchovies Een salsa verde is zo'n beetje een dikke saus. En met broks gezien, nice. Zesde. En we blijven groen, hè? We blijven groen. Ja, ja, ik weet het. Ik durfde zelfs niet kijken naar de citroen. Salsa verde voor iets. Hè. En niks groen. Okay. Niks groen. Top. Nee, misschien zeer neurotisch van mij. Of ja, ik ben zeer... Stick to the colors. Ja, voilà. Ja? Stick to the colors. Ja. Ja, ik weet niet waarom. Ik blijf graag bij kleur. Ja, maar ik ook. Ik vind dat bijvoorbeeld wortel, appelsien, samarch. Appelsien, pompoen, samarch. Samarch. Vakantie. Beetje vakantie. Ik kan dat in alles smijten. Geef mij een pasta met kappertjes. Ja, ja. En dan al eens gebakken kappertjes. Ja, maar gewoon zo. In frituur. Ah, nee. Nee, dat is zot, joh. Wij maken, lieve schat, een salsa verde. We gaan al een barbecue. You wanna have a look? En nu zit daar jonge look in. Wauw. Gaan we die al eens draaien? Zo moeten ze. Zo heb jij dat graag. Ja. In Ibiza noemt dat calçot. Dat is zo'n beetje... Ja, jonge prei. En dat, ze smijten dat echt in het vuur. Hè. Dus dat is knalzwart. En dan is dat zo super zacht. En dan met de romesco saus. Nog een lepelje mosterd, een koffielepel. We gaan proeven, want door de kappertjes is misschien al zuur genoeg. Dat is zuur genoeg voor mij. Hè. We hebben die limoen ook nog. Doe je toch een ajuntje? Zout. We gaan voor de perfectie, lieve mensen. Ja, nog juist look en het is af. Weer een beetje zout van die. Puur look? Ja. Voor wat? Dan trekt dat een beetje het vocht eruit en dan wordt dat een pastakje. En dan gaat het dan makkelijker kunnen mengen. Dan gaan dat niet zo'n stukjes worden. Dan is dat cool. Zo meer een pastakje. Zou dat pastakken kunnen maken in grote hoeveelheid zo? Om dan zo dat gaat blijven, omdat dat is ook zout. Dat is een bewaarder. Dus hij verdwijnt. En anders hebben ze altijd zo van die stukjes look. Lookjes van boven leggen, om verder te garen. Ik denk dat de lookjes goed zijn. Ja. Top. Het fantastische hieraan is dat is croquant van buiten, maar van binnen is dat echt zoals boter. Hè? We gaan dat gewoon heel simpelweg afwerken met wat sojasaus. Ik ga het nu nog even met de schotel in de barbecue steken, totdat dat pruttelt en dan halen we het er gewoon terug uit. Voor een beetje te karamelliseren. Yes. Zo. Zit dat daar met dat vlees? Nog een beetje zesten van limoen erop. En het is feest. Oh, die geur. Hoe schoon is dat? Ja. Chill, we gaan eerst een keer toasten. Ja. Merci voor uw inspiratie, voor uw merci. Merci aan u dat ik ben mogen komen. We hebben eigenlijk goed gekookt, hoor. Zeer goed gekookt. Geef me daar eens een kotletje. Kijk hoe schoon. Maar hoe schoon. Goed. En dan dit, dat kopje daaraf. Dat kopje wel.
Kijk, als je daarop duwt, dat is echt super zoet. Heel goed als vlees. Lekkere salsa daarbij. Vleesje van bij ons. Ja. Altijd goed. Voilà, lieve mensen. Wij gaan hier nog een klein beetje profiteren van de zon. Van het gezelschap. Dat was mijn reeksje met Gilles. Barbecue in mijn tuin. Kijk zeker op mijn website. Daar staan nog keiveel receptjes, barbecue receptjes voor deze zomer. Want we gaan allemaal aan de barbecue. Het zal wel zijn. Merci voor het kijken en tot ziens. Tot ziens.